Wat je nu hoort zijn vogels. Die maken best wel leven, dus daar komen we wel eens vaker door de video door. Mensen van mijn kanaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Gerran. En vandaag gaan we iets maken. Ja. Ik heb hier al een plankje. Hier staan lijntjes. Dan ga ik uitzagen en dan blijft dit over. Dan doe ik dit door de midden. En dan heb je dat gedaan. En dan dit komt dan zoiets. En dan zaag je tot hier uit en dan dit ook. En dan dit ook nog eens door de midden dat het wat dunner wordt. En dan deze twee kanten hieromheen. En dan heb je eigen mes gemaakt. En dat moet helemaal schuren zo, maar dat komt dan allemaal laat nog. Ik doe het wel even met een ander zaagje, want met deze zaag wordt het denk ik wel te grof. Dus ik doe het maar met een soort van ijzerzaag. Nu heb ik ze door de midden. Deze aan deze kant. En deze aan de andere kant, zoiets. De andere kant van deze twee stukjes is er ook af. Dan hoort het er eigenlijk zo uit te zien. Ik heb hem nou helemaal doormidden gezaagd. Hij is nu zo dun. En ik ben verstaan dat het gewoon nog heel is. Oké, er is wat misgegaan. Kijk, dit wou ik doen. Maar het is geen mooi kuiltje geworden en dit is afgebroken. Maar ja, het maakt niet heel veel uit. Ik ga gewoon verder met dit ding. Het is wel iets dikker, dus dan wordt het mes ook gewoon wat dikker. Maar ja, we gaan het hier maar mee doen. Ik hoop dat het nu wel gaat lukken. Dit heb ik dus net getekend, wat jullie net zagen. En dit heb ik even niet gefilmd. Maar dan komt het zo. Hier het handsvat. Zo wordt ongeveer de mes. Maar als het niet goed gaat, dan moet ik iets anders gaan verzinnen. Tot nu toe is het zo geworden. Dit heb ik al even uitgezaagd van dit plankje. Heb ik er nu even aangedaan. En zo wordt dus het mes. Hopelijk als het gaat lukken. Het is gelukt. Dit is hem geworden. Dan komt eigenlijk dit ding. Komt dan hierop. En dan de andere kant komt dan zo. En dan heb je je eigen mes. Het gaat natuurlijk op elkaar lijmen en daarna gaan we heel goed schuren. Het is nog aardig gelukt, want kijk, ik heb hem al geschuurd met een beetje stof. Het is best wel scherp. Leg het hier neer. En ja, het resultaat komt in 3, 2.
2, 1, 0. Wat? Het is best wel scherp dan. Blijkbaar. Oké, ik kan niet met links opgaan. Dus hij is best wel scherp. En ik prik de pommel in de tafel. Dus er is een stukje vanaf. Maar ja, daar kan je wel weer bij schuren. Dus het is best wel scherp. Want het komt gewoon door karton heen. Vonden jullie deze video nou leuk? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer je beneden op mijn kanaal. En dan zie ik jullie in de volgende video's. Later.